Dat is geestelijk, lichamelijk. Dat geeft heel veel, dat gaat vult heel de dag ook. Ja. Naar hier komen in dat sporten. Okay. Gewoon ook die regelmaat. En ook de mensen worden gedaan. En dan ook, als je met meer sport, ga je ook iets meer doen. Ga je ook meer inzetten. Of kom aan, kun dat toch maar. Ja, ja. En dat gelukkig gevoel dat je er achteraf van hebt. Ja, nadien heb je een voldaan gevoel en voel ik mij daar toch beter van. En het zit aan om verder te blijven bewegen. Dus het is motiveert om je te blijven inzetten. Effect, ja, vooral mentaal. Hè. Dus ook, ik ben nog wel bezig met mijn uiterlijk een beetje. En ja, dat bijkomen en zo, dat is toch allemaal een beetje nefast. En dat is toch niet echt plezant. Een beetje onzekerder geworden. En ja, gewoon mentaal wil eigenlijk gewoon, ik kwam hier in de markt zien, 6 van de 7 fitnessen, gewoon echt voor het mentale aspect. En eigenlijk gewoon ja, dat je er beter uitziet en je beter voelt en beter in je lichaam. En ik denk dat de fitness, met de fitness gestorven was, dat tot heel veel depressies heeft gevolgd en mensen dat zich niet meer goed voelen in het veld. Dus